What's up, J-Squad? En welkom bij een nieuwe video. J-Squad? What's up, J-Squad? Of misschien welkom bij de allereerste video. Ik ben Jamila, 25 jaar. Ik maak elke dag video's om 5 uur. En ja, dat is wat ik doe in mijn leven. Laten we eerst eens kijken op hoeveel abonnees dat we vandaag staan. We staan op 96.822, bijna 97.000, nog 3.000 te gaan. Allee, daarna gaan we ook nog verder. Hè. Ik wil niet bedoelen dat we bij 3.000 ineens stoppen. Hè. Like, blijf gaan gewoon, hè. All the way. Hè. Totdat we aan een miljoen zitten, wie weet, op een dag. En dan natuurlijk de shout-out van vandaag, want ik geef in elke video een shout-out weg aan een fan die dat gereageerd heeft op de vorige video met hashtag shout-out. Dus we gaan eens kijken. Blijkbaar vonden heel veel mensen in de vorige video de stok op het einde super grappig. Dus keileuk, leuke reacties op gehad. En iemand had gereageerd, Paulien en Co had gereageerd, die een stok, echt waar, hashtag shout-out. En dan zo van die kapotlachgezichtjes. Dus dank je voor jullie reacties allemaal. Als je zelf een shout-out wilt, gewoon even in deze video een reactie plaatsen dat met de video te maken heeft. En dan gewoon hashtag shout-out erachter. En wie weet zie ik jullie morgen in de video. Goed, wat gaan we vandaag doen? Jullie zijn super grote fan van alle Wish-producten, video's, zal ik maar zeggen. Dat is een website waar je dus brol kunt kopen. Die dat ik nogal vrij negatief in het licht zit. Vandaag gaan we even positief zijn. En we gaan eigenlijk alle handigste producten van Wish even bekijken. Want ja, mensen, die zijn er ook. En voor een spotprijs van maar 1 euro het stuk. Ik ga weer veranderen in een slechte verkoper, hè, mannetjes. Maar ik heb gewoon zo speeksel af mijn lip gelopen. Zo. En we gaan er ook even een leuk verkoopmuziekje onder zetten, dames en heren. En dat gaat in vanaf 3... 2, 1 en... Oeh, ja, lekker muziekje. Ah, ik heb mijn gsm daarachter gegooid, maar ik heb die eigenlijk nodig voor de prijzen te zien. Want ik heb die opgeschreven, de prijzen. We gaan eens kijken naar het allereerste dingetje. Mag ik jullie voorstellen aan de enige echte... groentesnijder! Ja, dames en heren, dit is een veilige groentesnijder. Heb jij 5 vingers aan je hand? Snij een wortel en het blijft plezant. Want dit is even zonder zwijns. Ik vind dat echt een supergoeie uitvinding. Ik heb er echt problemen mee als ik iets wil snijden. Allee, ja, ik zit al een helft van de tijd gewoon te denken van shit, ik kan zobiet geen vingers niet meer hebben. Mijn vingertop gaat er zobiet afvliegen. Dan gaat dat ergens op de grond vallen. Dan ga ik dat willen zoeken. Ik kan dat niet vinden. Ik draai mijn eigen om en dan struikel ik er waarschijnlijk over. Dan valt je vinger ook niet meer te redden. Je kunt het dan niet meer terug aannaaien, maar dat is gewoon een platte paté geworden. Dus allee, ja, ik vind deze echt een goede uitvinding. En voor hoeveel kan je de groentesnijder kopen? Voor maar 2 euro, dames en heren. 2 euro. De mensen die nu nieuw zijn op mijn kanaal denken echt van... naar wat de piep zijn ik hier kan zien. Maar kijk, ik ben... ik ben gewoon een beetje zo. Dus dat is het eerste product. We gaan ineens naar het tweede product. En dat is dit, dames en heren. Ook weer met koken te maken. Dit is een ajuinsnijder. Jawel, jawel. Je steekt het in de ajuin en je... gaat met je mes tussen de gleufjes. En voordat je het weet, heb je een gesneden ajuin. Voor maar liefst 1 euro, dames en heren. Voor 1 euro heb je nu een ajuinsnijder. Ja! Oprecht ook een product dat redelijk handig is. Ook al denk ik dat je deze wel overal kunt kopen, maar zwart. En het volgende is ook iets super interessant. Dit, mensen, dit is een lichtgevend toilet. Dat is dus een lampje dat je in je toilet plaatst, zodat je 's nachts ook kunt zien hoe mooi je geproduceerde stront eruit ziet. Goed, ja, dat hebben we allemaal nodig in ons leven. Voor 3 euro kan je nu kijken naar je eigen stront in alle geuren en kleuren, letterlijk. Dan hebben we de volgende. Drink jij graag koffie? Ja, ja, ja. Ik niet, want koffie sukt gewoon. Maar maakt niet uit. Als jij koffie lekker vindt, dan vind ik het te gek. Maar dit, mensen, is dus een koffievormmaakding. Of zoiets. Ik weet het eigenlijk niet, hoor. Je kunt dus met deze vormpjes op je koffie shit maken. Dus als jij het interessant vindt om 3 seconden of minder lang een vormpje op het schuimpje van je koffie te creëren... koop dan nu dit product voor maar liefst 2 euro, dames en heren. Deze is handig en die kun je ook gewoon in de winkel kopen. Ik denk dat veel mensen dat wel kennen. Een tube. Een tubeknijper. Of is dat tube?
Een tubeknijper? Whatever. Dus je moet dan je tandpasta of je dagcrèmetje daarin doen. En als je elke keer rolt, dan kom je eigenlijk op het punt dat je eigenlijk heel je tubeke leeg maakt. Dus elke keer dat je draait, komt er iets uit. Maar meestal, als je dat niet gebruikt, zoiets, dan zit er altijd zo nog wel wat tandpasta of zo van boven. En dan krijg je dat er niet uit. Met deze krijg je alles eruit in no time voor een bedragje van 1 euro. Ja, voor 1 euro heb je nu meer tandpasta. Het volgende is dit. Ik ben persoonlijk een theedrinker, dus ik vind deze echt een supergoeie uitvinding. Wat ik meestal doe, is mijn theezakje in mijn thee. Ik laat dat ook nooit langer dan 20 seconden zitten. Ik roer er wat in en dan trek ik dat eruit. Genoeg smaak voor mij. Wat ik dan doe, is een lepel pakken of een vork. En dan draai ik ik leg mijn theezakje erop en dan draai ik dat touwje er rond. En dan trek ik zo dat even goed uitperst. Maar dit lijkt mij gewoon het perfecte ding. Dat is dus eigenlijk iets waar je je theezakje in moet steken. En dan kun je dat dus, zoals je ziet, kun je daar even van die gaatjes erdoor. Dus je kunt dat roeren. Hè. Dan komt je smaak al los. En op het einde kun je van boven drukken. En dan perst je heel dat theezakje uit. Oh, it's like tea heaven. Deze vind ik oprecht ook gewoon gemakkelijk. Deze is een soort van comtrisé. Dus als ik rijst maak of zo, als ik dat ooit al doe, dan gebruik ik ook nooit geen trisé. Dus ik gebruik altijd gewoon een pot, zal ik maar zeggen. Mijn rijst zit daarin met dat water. Dat water moet eruit. Ik leg dan een handdoek op die pot. En ik laat een klein spleetje open waar het dat water uit kan. Maar dan zit je echt 7 uur bezig voor dat eruit te krijgen. Het slaagt nergens op. En dan pak je dat vast en draai ik dat om. Maar met deze mensen, zoals je kunt zien, giet je eigenlijk het water er gewoon uit. Terwijl dat je niet alles ondersteboven moet houden. Oh my god. 3 euro. Voor 3 euro heb je meer rijst. Want ja, bij mij belandt dat altijd in mijn pombak. Alle Nederlanders, wat pombak? Wat is een pombak? Een pombak is een gootsteen. Of noemde je dat niet zo? Ach ja, zoek het op. Mensen, no joke. Deze shit is legit. Echt waar. Iedereen heeft dat al meegemaakt dat ze hun bed willen opdekken en dat ze dan hun laken over hun matras trekken en dat het dan ineens langs die kant losschiet en dan langs die kant of die kant. Dat alles gewoon losschiet. En je kunt daar niks aan doen. Ah, maar nu hebben we dus een... hoe moet je dat eigenlijk noemen? Een overtrekriem. Ja, mensen. Met deze overtrekriem zal jij geen miserie meer zien. Hey. Voor 1 euro, mensen. Voor 1 euro krijg je 4 stuks om je lakens vast te houden. Deze is een beetje, ja, niet voor iedereen, denk ik. Vooral voor kappers en zo. Lijkt me dit wel handig. Dat is dus, ja, zoals je wel kunt zien, een haaropvanger. Het ziet er niet uit. Het ziet er echt belachelijk uit. Maar het is wel handig. Maar ja, als je geen kapper bent, is deze volgens mij ook helemaal niet interessant. Dus daarom gaan we direct door naar het volgende. Deze is ook super handig. Als je een blikje cola hebt of zo, of een blikje iced tea, of gewoon alles wat in blik zit. En je wilt de gas er een beetje in bewaren. Maar ja, vanaf dat je dat hebt opengedaan, is dat niet echt niet meer mogelijk. Dan hebben we dus dit. Ja, dames en heren. Dit is dus een draaischijfje dat je op je cola dingetje kan zetten en dan kan je dat draaien wanneer je wil drinken en terug dichtdraaien wanneer je niet wil drinken. Super handig, lijkt me gemakkelijk, ook veilig voor als je zo op een feestje bent, je pakt iets uit een blikje of zo en iemand wil er drugs in doen of zo, dan kun je dat erop doen en de drugs will not come into your coke. Dat klinkt kei raar. De drugs will not come into your coke. Maar coke is ook drugs. Assemblee. Volgende. Deze is ook iets superhandig. Ik heb geen baard. Ik heb wel soms een snor. Ja, gastje, dat gebeurt. Vrouwen hebben ook soms snorren. Maar goed, ik heb dus geen baard, dus voor mij is dat niet zo dingen. Maar ik denk dat heel veel mannen deze wel handig zouden vinden als ze hun eigen scheren. Dat ze ook niet... Allee, ja, eigenlijk. Ik heb nog nooit een man zijn eigen zien scheren en daarna die haren zien opruimen. Die laten dat gewoon liggen voor hun vrouw. Rotzakken! Maar juist daarom is deze dus super handig voor de mannen die nooit hun haren opruimen. Plak het tegen je spiegel aan en scheer je kapot. Hey, volgende. Deze vind ik oprecht zo handig dat ik dat waarschijnlijk ga bestellen. Dus je ziet, dat is een badjas handdoekkleed. Ah ja, die baardcap was trouwens voor 1 euro, mensen. En dit hier is voor 8 euro. Dat is ook weer wat duurder, maar ik vind deze wel echt een goede uitvinding. En deze waren de handigste producten van Wish. Voor de rest heeft die site niet veel te bieden. Ik zou zeggen, ga er zeker niet op kijken. En als je deze een leuke video vond, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken met mijn gezicht op. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik...
jullie... Niet nog eens, maat. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe video. Doei!